De langdurige zorg moet veranderen. Staatssecretaris Van Rijn kondigt ingrijpende veranderingen aan. Zoals zelfredzaamheid stimuleren, een grotere rol voor mantelzorgers en patiënten die langer thuis wonen en daar verpleegd en verzorgd worden. Deze veranderingen hebben grote impact op het werk van verpleegkundigen en verzorgenden. VFN onderkent deze veranderingen en wil ook nauw betrokken zijn bij de uitvoering en uitwerking voor onze verpleegkundigen en verzorgenden. Wij realiseren ons dat als dezelfde kwaliteit ook in de toekomst moet worden verleend, we de zorg anders moeten inrichten. Dat is de reden waarom wij en nationaal en ook lokaal betrokken zijn bij vele plannen die leiden tot een andere manier van inzetten, een andere manier van positionering van verpleegkundigen en verzorgenden. VNVN zet op rij wat nodig is, zodat verpleegkundigen en verzorgenden de veranderingen in de langdurige zorg een plek kunnen en willen geven in hun dagelijkse praktijk. Kwaliteit gaat wel voor snelheid in deze hele operatie. Dat betekent dat onze burgers zich moeten kunnen voorbereiden, maar ook onze verpleegkundigen en verzorgenden. Zij moeten immers straks deze operatie meedragen. Met name in de zorg thuis verandert veel. Daar moeten nog wel wat stappen voor gezet worden. Die stappen zitten in het verzekeringsstelsel. Er moet een nieuwe aanspraak gaan komen voor verpleging in de wijk. De wijkverpleegkundige moet straks vrij toegankelijk kunnen zijn voor burgers. En in die vrij toegankelijkheid geldt ook dat de wijkverpleegkundige zelf moet kunnen indiceren welke zorg nodig is. Dit alles vraagt dus ook om goede samenwerking in de wijk met verpleegkundigen, verzorgenden in bredere zin. En natuurlijk met de huisarts die het medisch domein goed zal moeten behartigen. In de hele verandering is het belangrijk dat we goede profielen hebben voor verpleegkundigen en verzorgers die aansluiten op de nieuwe praktijk. Denk aan de informele zorg, ondersteuning van de informele zorg en daar de combinatie te leggen met de professionele zorg. Die profielen die moeten ook hun basis vinden in VNV 2020, waar we binnenkort hopelijk een volgende stap in gaan maken met elkaar. In de hele verandering, zowel in de informele zorgondersteuning als van intramuraal naar extramuraal, is het noodzakelijk dat er ook bij- en nascholing wordt gegeven aan verpleegkundigen en vooral ook aan verzorgenden om zich straks op de nieuwe positie te kunnen voorbereiden. Onze grootste zorg is de voorgestelde knip in de verpleging en verzorging. Als VNVN vinden we het buitengewoon belangrijk dat de zorg aan het lijf van de patiënt, om het maar zo te zeggen, door één en dezelfde persoon wordt uitgeoefend. Dat betekent dat we dat hele gebied ook graag in de zorgverzekeringswet willen verankeren en daarmee dus ook voorkomen dat men straks langs twee loketten om zorg moet gaan vragen. Bij de hele operatie is een groot risico dat alleen het systeem verandert. Daar zullen we moeten waken. Het gaat ook om een gedragsverandering. Gedragsverandering bij verpleegkundigen en verzorgenden om gezamenlijk ook de nieuwe zorg invulling te geven. De tijd is voorbij dat alleen nog maar over en niet met verpleegkundigen wordt gesproken.